In de gemeente Renkum kunnen inwoners een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen. Dit besloot de gemeenteraad woensdagavond. Deze lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie of asbestverwijdering. Er kan maximaal 50.000 euro geleend worden. TV-verslaggever Hubert Vet sprak met wethouder wonen Jasper Verstand en gemeentebelangenraadslid Paul Jansen. Nou, het voorstel is dat mensen een lening kunnen krijgen om hun huis te verduurzamen tegen een heel aantrekkelijk rentepercentage. Ze kunnen eventueel ook een lening krijgen om verbeteringen aan huis te doen, zodat ze makkelijker in hun huis kunnen wonen. Het is een regeling van de provincie. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de gemeente. We leggen zelf een bedrag in en de provincie verdubbelt dat. Maar de provincie stelt er wel een aantal voorwaarden bij. Die regeling is vrij ruim. Je kan het bijvoorbeeld ook gebruiken om een asbestdak te vervangen. Je kan het gebruiken om inderdaad maatregelen aan je huis te nemen, zodat je veiliger kan leven, bijvoorbeeld in je badkamer. Maar de provincie stelt er wel een voorwaarde bij, en dat is dat je dus inderdaad ook een duurzaamheidsmaatregel aan je huis neemt. En hier kunnen van dit bedrag kunnen echt heel veel huizen van worden verduurzaamd, kan echt heel veel gebruik van worden gemaakt. En dat is ook de ambitie die we hebben als gemeente, om met name bestaande woningen, om die te verduurzamen. Want bij nieuwbouwwoningen is het al vrij makkelijk, want die moeten aan een heleboel eisen voldoen al. Maar bestaande woningen is dat een stuk moeilijker, en dat wordt met deze regeling wordt dat een stuk makkelijker. Nou, de twee dingen die het meest bekend zijn zonnepanelen en isolatie aanbrengen. En dat zijn ook de dingen die het meeste zoden aan de dijk zetten. Maar je kan ook denken bijvoorbeeld aan warmtepompen. Dat is tegenwoordig ook steeds populairder. Nou, nu ben ik inwoner van uw gemeente. Morgen op Omroep Gelderland lees ik het bericht dat dit allemaal mogelijk is. Wat zou ik moeten doen als ik inderdaad van die lening gebruik wil gaan maken? Nou, even contact opnemen met de gemeente als mensen meer willen weten. En anders via de website inderdaad een formulier invullen om deze lening aan te vragen. Dat als je een woningbestendige maatregel wil toepassen in je woning, ben je nu verplicht om daar ook een duurzaamheidsmaatregel bij te doen. Dus het is eigenlijk een beetje van, je wil een inloopvrije douche hebben met antisliptegels, en dan ben je verplicht om er ook nog een hele ketsdure warmtepomp bij te doen. En die mag je dan ook gaan lenen. Terwijl je initieel eigenlijk alleen maar die douche wil aanpassen, zodat je langer in je huis kan blijven wonen. Nou ja, als je naar de bakker gaat voor een mooi brood en je wordt verplicht om er ook een pak melk bij te kopen, dat is natuurlijk heel erg gek.